Even kijken, het onderwerp wonen kwam met name naar voren, bij iedereen eigenlijk, een nieuwbouwwijk met vooral betaalbaar wonen voor senioren en jongeren, dus kleinere woningen, met het oog op doorstroming creëren. Er werd ook vaak genoemd een knarrenhof, en dan in combinatie met jeugd, dus dat dat in de mix door elkaar bij elkaar zit. Daarmee ook de doorstroom creëren. Ook werd veel genoemd meer huurwoningen. Dus er is echt behoefte aan meer huurwoningen. Ook wordt daarbij genoemd dat wonsters voorrang moeten krijgen op die huurwoningen. Dat mensen van buitenaf minder bevoordeeld worden dan wonsters. Dat is toch veel voorkomend. Tiny houses wordt ook veel genoemd. En met name voor jeugd, dat die daar kunnen starten. Twee plekken die worden genoemd voor woningen zijn de Dwingen en de IJsbaan. En als laatste punt kwam vaak naar voren woningen, of oudere woningen, opknappen. En het aanzicht van wonders verbeteren. Dat waren de punten.